Hallo, de basisarmband is een van de simpelste armbanden en staat ook in de handleiding die je bij je loom krijgt. Je ziet de basisarmband overal in terug, in andere armbanden, maar ook in figuurtjes. Ik heb de basisarmband al laten zien met de mini loom en vandaag ga ik hem laten zien op de grote normale loom. Heel veel succes! Om te beginnen draai je je loom zo dat de rode pijl van je afwijst of dat de openingetjes van de pinnen ook van je afstaan. Ik begin met rood. Ik gebruik rood en groen. Dit is donkerrood, een beetje bordeauxachtig. En die plaats ik dan van het middelste pinnetje naar het rechterpinnetje. Dan pak ik groen en die doe ik dan weer schuin naar boven. Dan weer naar rechts en weer naar links. En zo ga ik helemaal door tot aan het einde van mijn loom. Ik ben helemaal aan het einde van mijn loom en daar ben ik geëindigd weer met rood. Maar in het boekje staat, of in de handleiding staat, dat je hem gewoon zo neer kunt zetten. En dat je dan hier, bij de groene, kunt beginnen met haken. Dan krijg je hier een normaal elastiekje. Dat vind ik niet zo mooi. Dus haal de laatste er even af. Rek hem uit. Draai hem een slag. En zet hem terug op je vingers. Dit is een capband. En die plaats er dan op de laatste twee pinnetjes. Dan kunnen we wel de groene haken. En dan haak je gewoon helemaal zo, helemaal zigzaggend naar voren. De laatste. Dan heb je als het goed is dit. Dan willen we hier deze elastiekjes veilig stellen. Want als we dat niet doen, dan kan de hele armband weer uit elkaar vallen. En daarvoor gebruiken we een clip. En ik gebruik daarvoor de S-clip. En nu wil die er niet goed omheen. Dus plaats de onderste op het pinnetje daarnaast. Pak een kant van je clip. Zet die erop. En dan kun je nu je armband er voorzichtig af gaan trekken. Plaats de andere kant, je capband, ook op je clip. En dan heb je je armband. Ik hoop dat jullie wat aan dit filmpje gehad hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!